Johnny Jordaan. Kent u die nog? Nee, ken ik niet. Kent u die niet? Nee, ken ik niet. Nou, dit is onze, het is eigenlijk een beetje ons erfgoed, ons Amsterdamse erfgoed. Ben je Amsterdammer? Ja, ik ben een Amsterdammer, niet echt puur, maar ja, Amsterdammer. Maar je kent Johnny Jordaan niet? Nee, ken ik niet. Ken je het liedje Bij ons in de Jordaan? Nee, ken ik niet. Eigenlijk een beetje een schande natuurlijk als je niet weet wie Johnny Jordaan is. Alleen als je, ik noem maar wat, uit China komt, wordt het je vergeven. He is not famous in China. Johnny Jordaan? I don't understand, sorry. Gelukkig zijn er nog genoeg mensen die onze volkszanger wel goed kennen. Maar of ze hem ook echt missen? Nou, missen je, de liedjes die mis je wel dus. Maar ja, voor deze nee. Dat is vergane glorie, dat hebben we gehad. En er zijn nu honderden anderen, dus... Heeft u nou het idee dat de jeugd hem ook nog een beetje kent? Denk het niet. Jawel, jawel. Dat wel. Ja? Jawel, natuurlijk. Dat gaat nooit van zijn leven weg. Dat Jordaneus, dat blijft er altijd in zitten. Nou, volgens mij hoor je het wel vaak in de kroeg nog, hoor. Ja, zeker ja, in Amsterdam. In de latere uurtjes. In de latere uurtjes wordt dat nummertje wel eigenlijk wel gedraaid. En mocht Johnny toch ooit een beetje in de vergetelheid raken, dan is er altijd nog hardcore-fan Hanny Pastoor om zijn nagedachtenis weer nieuw leven in te blazen. Oh Johnny, zing het liedje voor mij alleen. Oh Johnny, want voor mij ben je nummer 1.